Zie je, ik hou zo van mooie mensen. En je ziet er zo weinig. Kijk om je heen op straat, het regent en de mensen lopen onder paraplu's die druipen. Met platgetrapte, bemodderde schoenen. Dat is menselijke ellende. Kijk naar die winkels, waar je wat koopt of niet koopt. Van prullige industrie waaraan bloed kleeft. Dingen die je beweert nu nodig te hebben voor je huis. Dat is menselijke ellende. Het is alles lelijk. Een nasleep van een ziekelijke beschaving. Kijk op straat. Die helle reclameplaten, die grote letters die liegen. Dat is menselijke ellende. De een houdt de ander voor de gek. In de politiek, in de handel, in de godsdienst. Het is allemaal voor de gekhouwerij. En allemaal menselijke ellende. Het is alles vies. Gemeen. Onoprecht. Egoïst. En lelijk. Ik voor de handschoenen. Doet u mij volgende nog maar. Heb je wel eens in een trein of in een tram of in een theater gelet op al die domme, lelijke gezichten, al die scheve figuren, dikke, mager, die met een tik zo en die met een scheel oogzus en die met haartjes uit zijn oren en die met heel antipathieke handen. Charmant, Constance, charmant, maar ik merk dat jij nooit veel hebt nagedacht, zoals de meeste vrouwen. Wat ik zeg is heel nieuw voor jou, Constance. Jij hebt zelfs nooit opgelet. Ja, je moet opletten. Ik doe ook niets dan opletten.